daar ben ik weer. Ben weer terug. En deze keer eindelijk met de update van de Gem. Dit kleine, lieve, schattige apparaatje. Wat dus heel veel op de Q16 lijkt. Let niet op Emilia heen en weer loopt. We besloten allebei tegelijkertijd wat te gaan doen. En hij had geen zin om 5 minuten te wachten tot ik dit filmpje had opgenomen. Dus. En ik ga ook niet op hem wachten, want dan heb ik weer geen zin. Dus je ziet hem af en toe heen en weer lopen. En wat achtergrondgeluiden en dat soort dingen. Maar oké, de Gem. Wat vind ik ervan? Ik heb hem nu een paar maanden in gebruik. Ik merk wel dat ik gewoon echt nog steeds echt heel erg mijn direct long apparaten blijf pakken elke keer. Maar ik vind het wel, zeker veel fijner dan de Q16. In gebruik, ja, hij ligt net zoals de Q16, net zo groot, net zoveel batterijleven. Dus de batterij gaat ook net zo lang mee. Dus ongeveer anderhalf tankje. Ja, ik heb hem een paar keer laten stuiteren, dus ik weet niet of je het kan zien. Ik heb een kleine beschadiging op het drukknopje, maar voor de rest geen beschadigingen van de lak of dat soort dingen. Wat ik ook wel snel heb, omdat ik wel vaak dingen laat vallen. Het glas is ook niet gebroken met laten vallen, want ik liet hem toch een keer hard op de grond vallen buiten. Dus dat vind ik wel fijn. Wat ik ook goed vond, is ik vind de smaak. De smaak vind ik gewoon echt beter en de coils vind ik beter dan die van de Q16. De smaak blijft langer. Eerst had ik er de Blue Magic in zitten. Later had ik de Fruit Punch erin zitten. En de smaak van de Fruit Punch bleef nog steeds gewoon goed. Normaal gesproken na een half flesje, maximaal 1 flesje, ving ik toch wel weer de coil voor mijn Q16. Ondanks dat ik het zonde vond. Omdat ik de smaak minder vond. Het werd vlakker en zo. En bij deze heb ik dat niet. Ik begin nu een klein beetje, na bijna 3 flesjes, een beetje een branderige nasmaak te krijgen. Dus hij moet nu echt moet coil vervangen worden. Wat ik dus ook zo meteen als mijn tank leeg is ga doen. En die is bijna leeg. Ik vind het ook een fijn apparaatje om op mijn werk te gebruiken. Geeft niet te veel wolk. Ook als ik buiten ben of onderweg ben, pak ik deze toch ook wel sneller dan mijn Nova momenteel. Maar dat ligt ook echt aan mijn bui. Ja, de standjes werken gewoon fijn. Zijn gewoon duidelijk. Je merkt duidelijk verschil. Ik vind het vullen dat die topvul heeft, vind ik gewoon ook erg fijn. Geen gedoe met die tank eraf draaien en dan het verkeerd om terugzetten tot alles weer leeg loopt. En geen gedoe. En je kan hem gewoon helemaal tot aan de rand aan toe vullen en klaar. Dat vind ik veel makkelijker. En ja, hij is gewoon zuinig. Hij is net zo zuinig als de Q16. Naar mijn idee. Natuurlijk is hij veel en veel zuiniger dan direct longapparaat. Dus dat vind ik ook gewoon wel fijn. De smaakvergelijking is goed. Ik vind de smaak echt wel duidelijk beter dan van de Q16. Wat ik niet fijn vond, is dat ik nog steeds de batterij wel erg snel leeg vind. Anderhalf tankje met 1 batterij vind ik wat weinig. Maar ja, het is ook een klein apparaatje met een klein batterij. Dus ik weet niet in hoeverre dat echt een minpunt is. Wat ik ook minder fijn vond, is dat je weinig keuze hebt met de luchttoevoer. Je hebt maar 3 standjes, 1, 2 of 3 gaatjes. Wat allemaal best wel restricted is. Dus best wel, wel heel weinig. De Q16 tank heeft wel iets, op zijn wijdste stand, wel iets meer luchttoevoer. En een persoonlijk minpuntje, ik vond het mondstukje niet fijn. Dus het mondstukje, zoals je kan zien, een beetje zo van vorm. Ik vind het niet fijn. Ik heb gewoon mijn Q16 mondstukje erop gezet. Maar ja, dat is persoonlijke voorkeur. Dus dat is, kan niet echt rekenen tot een minpunt, maar het is wel voor mij persoonlijk een minpunt. Maar ja, zoals je kan zien, er komt gewoon nog steeds wel een redelijke wolk vanaf. Ja, ik vind het gewoon een fijn startersapparaatje. Als je aan het twijfelen bent tussen deze en de Q16, zou ik zeker voor deze gaan. Als je deze ziet staan, als je wil beginnen, zou ik ook. Ik zou deze wel echt voor starters die echt. Echt mondlong roken, starters, is dit echt wel een leuk beginnerssetje. En ik vind hem zeker weten beter dan de Q16. Maar dat was weer voor vandaag. Jullie zien mij binnenkort terug met een vloeistofreview. En natuurlijk aankomende zondag met onze livestream. En voor iedereen die de ACFODA-petitie nog niet getekend heeft, doe het nu. Roken is geen dampen.nl/petitie. Of ga gewoon naar de ACFODA-website. Ik heb een link ook hieronder staan. Alsjeblieft, iedereen die nog niet getekend heeft, teken hem. Maar dat was het weer. En je weet het. Stop met roken. En ga dampen. Vond je het filmpje leuk? Like het.
Wil je meer zien? Abonneer je, druk dan ook op het belletje, dan krijg je een melding als we nieuwe filmpjes online hebben staan. Heb je nog vragen of opmerkingen? Kan je hieronder achterlaten. En natuurlijk ook via onze website en Facebook. En op onze website hebben we tegenwoordig ook een donatiepagina. Dus mocht je ons willen steunen. Maar in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer weer. Bye bye!